Ik vind het leuk om vandaag een bijdrage te leveren aan de discussie rondom koolmonoxide. En die wil ik aan de hand van deze dia beginnen. U zult misschien denken, waarom de film Back to the Future? Deze film gaat over tijdreizen namelijk. En ik vroeg me af, van alle mensen hier in de zaal, hoeveel mensen zouden niet eigenlijk graag na een incident in staat zijn om de film terug te spoelen? Om terug in de tijd te kijken en wat is er in de minuten, wat is er in de uren, wat is er in de dagen, misschien wel maanden, in de aanloop naar het incident gebeurd. Ik presenteer u onze tijdmachine. En voordat u me nou gaat afvoeren naar het gekkenhuis, ga ik proberen mijn presentatie wat praktischer te maken. Maar ik ga ook het tempo opvoeren, want ik moest hem in 5 minuten doen. Onze koolmonoxide-melder, maar eigenlijk alle producten die wij op dit moment hebben, hebben allemaal een geheugenfunctie. Die geheugenfunctie betekent dat de melder allerlei relevante data in de tijd onthoudt. En met die geheugenfunctie heeft hij dus een heleboel interessante informatie aan boord. Die informatie wil je er graag uit hebben. En als je de app gebruikt, de app heet Audiolink en zo heet ook het systeem, dan kun je de app gebruiken om eigenlijk op dat moment dat je het wil, de data uit de melder te halen. Wat je doet, je drukt 3 keer op de testknop, de data wordt overgebracht en je krijgt een rapport in je smartphone met de historische data van de melder. Ik zal hem even uitvergroten. Bijvoorbeeld in dit geval, en dat is eentje die ik zelf gemeten heb, zien wij dat er een achtergrondniveau geweest is, een vrij hoog achtergrondniveau overigens, op het moment van 128,8 dagen geleden. Dit was overigens een scoutingblokhut waar ook een aggregaat buiten stond, dus we kenden de problematiek. Het interessante was dat wij konden terugbellen naar degene die daar geweest was, van is er bij u een incident geweest? Ja, dat klopt. Wat was er aan de hand? En wij wisten op die manier dat het dus een incident was van een aggregaat en niet de houtkachel in de blokhut. Dat was voor ons heel fijn. Dat is dus Audiolink. De kracht van Audiolink overigens is dat het een hele simpele systeem is, want de melder heeft immers al een luidsprekertje in de melder. En die wordt eigenlijk op een oude faxmanier wordt die gebruikt om gewoon de data over te dragen naar de smartphone. Daar zit een microfoon in. En soms is low-tech heel goed, want dat betekent namelijk dat iedere melder tegen een bijna geringe kostprijs de mogelijkheid heeft om data uit te halen. Het rapport is al vele malen aangehaald en het is een heel goed rapport en er ontbreekt alleen volgens mij 1 ding. En dat is nu het antwoord op waar, in welke situaties, zijn er nou precies koolmonoxide situaties aanwezig en wat zijn daar de oorzaken van. En ik denk dat we met de Audiolink systeem, dat wij een heel interessant wapen in handen hebben om de feiten te gaan toevoegen aan dit rapport. Het goede nieuws is, we zijn er al mee begonnen. Dat wil zeggen, woningcorporatie WoonPlus, en hij is al genoemd, is een project begonnen in Schiedam, dat heet Veilig Wonen. En zij zijn begonnen met het installeren van alle woningen met een koolmonoxide-melder en een rookmelder in combinatie met een onderhoudssysteem op de cv-ketel, de rookgasafvoer enzovoort. Tot nu toe zijn er 5000 koolmonoxide-melders geplaatst, waarvan kort na plaatsing al bij 15 melders een CO-alarm afging, wat dus 0,3% van deze woningen betreft, en dat was dus alleen nog maar in de weken erna. 10 incidenten daarvan zijn onderzocht. En wat interessant is, is dat in 80% van die incidenten was het dus niet de eigen cv-ketel die de oorzaak was. En dat heeft ermee te maken, wat ook in het rapport staat, is dat de oorzaak eigenlijk altijd complexer is. Het is een combinatie van rookgasafvoer, mechanische ventilatie, gedrag van de bewoners en weersomstandigheden. Gezien het publiek in deze zaal ga ik het toch even aan om in deze korte tijd een ingewikkelde case te behandelen. En die ga ik heel snel doen, dus ik zou zeggen, let goed op. Dit is een stukje hoogbouw waar een cv-ketel geplaatst is met een gesloten systeem. De lucht wordt aangezogen vanuit de galerij en de rookgasafvoer gaat naar een rookgasafvoerkanaal. Als de cv-ketel werkt, gaan de rookgassen omhoog. Nu zijn er wat factoren die op dit moment meegespeeld hebben. Het was namelijk vorst en het was windstil. Ten tweede, er was een achterhaalde techniek, want hier was geen terugslagcap en er was bovenin geen trekkende kap. Het gevolg daarvan was, rookgassen stapelden zich op in de pijp. Er was er ook nog eens een keer een toestel met een verlopen afstelling dat 2500 ppm produceerde. Tot nu toe is het allemaal vervelend, maar de rookgassen zitten in het rookgasafvoerkanaal. Echter, op de derde verdieping hangt een andere cv-ketel waarbij de luchttoevoer gescheurd is. Daar merk je dus eigenlijk nooit wat van. De bewoners in de winter hebben de raam afgeplakt met duct tape zoals dat gaat, hebben de ventilatie aanstaan, er creëert een onderdruk in de woning en het gevolg daarvan is dat door de onderdruk, door het afvoer, de CO, aangezogen wordt en via de luchtaanvoer die gescheurd is, in de woning terechtkomt. Het gevolg daarvan is CO-vergiftiging en gelukkig hing er een CO-melder.
Wat op dat moment gebeurt, is dat de brandweer ter plaatse komt. De brandweer doet de deur open, gaat ter plaatse, redt het slachtoffer. Op dat moment wordt de onderdruk opgeheven. Dus eigenlijk verdwijnt de koolmonoxide verdwijnt ongeveer direct weer. De brandweer meet niet aan het toestel, want er is niets raars met het toestel aan de hand. Wordt voor de zekerheid overigens wel afgesloten. Morgen onderzoekt de installateur. Gelukkig was het de installateur Breeman die betrokken was bij Veilig Wonen. En die hebben dus een vergaand onderzoek gedaan en zijn dus achter deze situatie gekomen. Goed, ik wil toch ook nog even stilstaan, want het is wel een productpitch. Onze producten voldoen eigenlijk aan iedere norm die er zo'n beetje te vinden is in de wereld. Daar staan wij ook prat op. IR Electronics neemt die veiligheid heel serieus en gaat eigenlijk nog een stuk verder. U moet zich voorstellen, ik ben in de fabriek geweest. Iedere koolmonoxide sensor wordt individueel gecalibreerd. Want die dingen hebben allemaal een vrij verschillende gevoeligheid. Vervolgens worden die in het productieproces ingebracht. En aan het eind van het productieproces wordt iedere melder ook nog eens individueel nagemeten of die ook presteert zoals moet. Dus veiligheid wordt wel geborgd. Dan wil ik eigenlijk mijn pitch afsluiten. Ik wil vooral project Veilig Wonen, waarbij Breeman Wonen samen met WoonPlus Schiedam, de brandweer Rotterdam-Rijnmond, die de Kees ook al noemde, en de gemeente Schiedam hebben samengewerkt, bedanken. En het interessante is dat er dus op dit moment in 12.000 woningen van WoonPlus een koolmonoxide-melder hangt. Het stookseizoen is weer volop begonnen, we zien alle berichten. En ik vind het zelf heel interessant dat wij in staat zijn om na deze winter van 12.000 woningen kunnen wij ervoor kiezen om alle waardes te weten, achtergrondwaardes, alles van deze woning kunnen wij gaan inzien. En ik denk dat dat in het kader van wat wij hier proberen te doen met z'n allen, koolmonoxideveiligheid vergroten, dat dat gaat helpen om de incidenten te pinpointen en erachter te komen waar de echte oorzaken zitten. Want een van de oorzaken die Breeman tegengekomen is, bleek het gevolg te zijn van een verkeerd geïnstalleerde rookgasafvoer. En dat blijkt dus dat 500 woningen op precies diezelfde manier zijn uitgevoerd. En het was één incident. Mocht u meer willen weten, wij zijn in de pauze op het plein, volgens mij heet het, bereikbaar voor commentaar. En ik hoop dat we hier samen, misschien wel met een aantal andere partijen, volgend jaar een verhaal hebben wat misschien slecht qua inhoud is, maar heel goed is om de veiligheid in Nederland te verhogen. Ik dank u wel.